kijkers, ik sta bij Sja van Ekkelpoel op de Lierseweg 20 in Herentals. Er is een grote promotiecampagne rond de topkwaliteit olijfolie Casa Alarcón uit Spanje. Sja, welkom in de uitzending. Zeg, typeer even deze topkwaliteit van deze olijfolie. Ja, we die de typering, dat kunnen vergelijken met eigenlijk een boterachtige smaak eigenlijk, tegenover die andere, de Montebrioni, die wij ook verdelen. Dat is een lichtjes fruit. Heel aangenaam, heel lekker. Ook een geweldig succes. Deze is een alternatief, complementair. Deze is iets meer boterachtig. Mm-hmm. Die oliemaker, dat is een heel belangrijk persoon. Ginder in de district van Alicante. Dat is een man die bezeten is, zoals een wijnmaker zijn wijn maakt. Is deze, daar komt er ook trouwens in de toekomst een filmpje over, dat gaat verschijnen. Dat zal waarschijnlijk op YouTube komen ook. Mm-hmm. En dus dan gaan de mensen iets meer zien aan die man, die bezetenheid en die inzet en dat enthousiasme hoe dat die man dus gaat voor de topkwaliteit. De meeste van deze, of tenminste van alle olijfolies, die worden vergeleken met de Italiaanse. Voor deze te vergelijken met Italiaanse, moet je naar een Italiaanse gaan die gewoon onbetaalbaar is en die dan nog twijfelachtig is. Deze zijn olijfolies, die moeten echt, die kunnen gebruiken warm, koud, bij salades, carpaccio. Wat ook heel belangrijk is, je kunt dat alle dagen betalen, dat is betaalbaar. Mm. Die prijs wordt ook bepaald door Van Ekkelpoel. Dus dat wordt dus integraal, al wat die mensen produceren, niet alleen de olie, maar ook de wijnen, wordt integraal. Wijnselector is een dus de firma van Jeff Van Ekkelpoel, de zoon. Ja. Dat wordt dus verdeeld over heel Europa. Dus exclusief, ja, want het gaat exclusief verdeeld over heel de Europese Unie, ja. Langs Van Ekkelpoel, deze buiten de Spaanse markt doen zij zelf. Maar ja. Duitsland of al die andere landen, die moeten passeren dus bij wineselector Jeff Van Ekkelpoel. Bij welke gerechten past die het allerbeste? Vertel eens. Dat is eigenlijk dus multifunctioneel. Ja. Het blijft spectaculair als je nu voor het te beginnen aan de maaltijd. En je zet gewoon zo een schaaltje op tafel. Je zet er van een lekker soort brood bij, want dat is ook heel belangrijk. Je moet er een beetje kwalitatieve producten mee bij doen. Zonder iets te zeggen, uw gasten beginnen dat aan te peuzelen. Dat is gewoon al, het is verschietachtig hoe lekker dat is. Hoe dat de mensen dat zelfs in België weinig gewoon zijn van dat zo te gebruiken. Dat is gewoon een verrassing voor de mensen. En als je een kwartier later komt, of 5 minuutjes later, dat is allemaal opgebruikt. Ja, het is ook een olijfolie. Deze olijfolie is ook super gezond, hè, voor de mensen. Ja, dat is olijfolie is sowieso een heel sterk antioxidant. Dat is sowieso een bevat alle, zou ik zeggen, positieve elementen die de cholesterol misschien de positieve cholesterol zullen verhogen en de negatieve zullen laten dalen. Sowieso is olijfolie. Wat ook heel het verschil maakt tussen deze is een olijfolie die is het woord fabriek is hier niet op zijn plaats. Dat is echt, dat is heel ambachtelijk. Dat is heel met veel inzet, met veel liefde gemaakt. Passie en zo. Met passie. Dat proef je. De degustaties zijn vergeleken met grote Italiaanse olijfolies. Dus de absolute winnaar is over een viertal weken vergeleken met deze. Die viel eigenlijk heel zwak uit, niet tegenstaande de extreem hoge prijs van die Italiaanse. Mm. Nog eens bedingen, dus die flessen zijn zeer betaalbaar, niet alleen. Dus de kwaliteit wordt een beetje bij ons gevolgd, maar ook de prijzen. Dus dat de mensen dat echt, normaal is het dat die kwaliteit onvindbaar op de Europese markt. Kunnen de mensen, de kijkers, de luisteraars, vrijblijvend even komen proeven? Absoluut. Ze komen hier in absoluut de winkel en zeggen, hey, nu wil ik daar eens echt de finesse van proeven, heel degustatie gezond. Absoluut, ze kunnen met alle soorten olijfolies die wij importeren, wij doen er vele. Want deze zal volgens mij zelden gebeuren voor zoiets te ontdekken. Dat zijn ook heel oude bomen, die er, dus 100 gaan over 100 hectare. Die mensen hebben altijd hun productie dus integraal verkocht. Niet de olie, maar de olijven. Het is nu pas recent dat de mensen zelf aan het produceren zijn. En niet alleen dus de olie, maar ook de wijnen die ze pas zelf aan het dus,
En dus daar dat wij dus eerst bij waren, dus dat er geen eigenlijk een markt bestond. De kijkers moeten nu eventjes alert zijn, want volgende zaterdag 31 juli, dan langs Gazet van Antwerpen. Hoe ziet die campagne eventjes eruit, Sean? De mensen krijgen dus, dat worden een 700 of 1000 flessen gratis uitgedeeld. Mm-hmm. Het gaat wel over 250 milliliter, niet vergissen, geen grote flessen. Het is toch een waarde van 4,5 euro. Mm-hmm. Daarboven krijgen ze nog een bon, waar ze een felle korting krijgen op de volgende aankoop van een grote fles, mm-hmm. die eigenlijk maar 9,5 euro kost, relatief schrikkelijk goedkoop. Plus die extra korting is heel interessant. Zeker moeten ze die flessen komen gratis ophalen. Dat is zeker. Dat is tijdens Herentals viert 800 jaar zaterdag 31 juli. Wat ook heel... Ook bij de mensen, dus iedereen spreekt over olijfolie, iedereen, ze kopen alles een heel dure fles olijfolie, maar dat wordt gespaard, dat wordt heel voorzichtig mee omgegaan, uiteindelijk wordt die niet gebruikt en wordt dat weggegooid. Dit is de bedoeling om te gebruiken. Dan moeten nou die prijzen zien, dat moet echt gebruikt worden en voor iedereen betaalbaar. En iedere dag, dat is belangrijk. Iedere dag, voor de gezondheid. Dat is ook een heel goede gewoonte om mee te beginnen. Okay. Dat is sowieso heel belangrijk. Ja, Erik, bedankt. Heel veel succes met de campagne. Het wordt een wonder gastronomisch gebeuren.